Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie eindelijk na hele lange tijd weer een shoplog. Ik heb namelijk een superleuk pakket mogen ontvangen van Pretty Little Thing. Ik heb er 10 leuke items uitgekozen en die wilde ik graag met jullie delen. De items zijn een beetje geswitcht van zomer items, lente items, joggingsbroeken, leuke outfitjes. Er zit echt van alles wat tussen. Dagmar heeft ook een item uitgekozen, een jurkje voor de verjaardag. Dus die zou ik ook laten zien. Hier de hele grote zak van Pretty Little Thing. Er zit echt heel erg veel in. Ik ga beginnen met het item wat ik als eerste zie. En dat is deze jas. Hij viel dus al uit de verpakking. Maar het is dus een oversized leren jas. En ik ben echt wel super lang op zoek naar de perfecte oversized leren jas. Dus ik hoop echt dat dit de goede is. Het is een nep leren jas trouwens. Het is geen echt leer. Het is ook een beetje zacht leer. Maar dit is de jas. Het is gewoon heel simpel een leren jekje. Maar hij valt gewoon wat oversized er wat langer. En ik heb deze in een maatje. En ik heb deze in een maat 38. Dat heb ik niet doorgegeven als het goed is. Maar op zich prima. Want volgens mij valt hij nu wel mooi oversized. Hij ziet er niet te groot uit namelijk. Hier ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Hij heeft zilveren details. En verder is het gewoon helemaal zwart. Hij heeft aan de onderkant ook nog wel zo'n band zitten. Waar je het zeg maar mee strakker kan maken. Zo'n band zeg maar. En verder is het gewoon eigenlijk een heel erg simpel leerjasje. Ik zal trouwens alle linkjes van alle items in de beschrijving zetten, zodat het lekker makkelijk zoeken is. Maar dit is dus het leren jasje. En ik hoop echt dat deze perfect zit, want ik ben echt al te lang op zoek naar een oversized leren jas. Maar hij ziet er best prima uit. Hij stinkt niet. Vaak heb je natuurlijk ook dat nepleer heel erg naar vis of zo stinkt. Maar deze stinkt gelukkig niet, dus dat is die. Ik ga die jas aantrekken en ik denk dat het bij deze niet zo heel erg is als hij wat groter valt, want dat is juist wat ik wil. Oké, dit is het leren jasje. En die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Hij is inderdaad wel te groot. Maar bij deze vind ik het niet zo heel erg dat ze hem in een maandje te groot hebben opgestuurd. Want dat maakt hem dan extra oversized. En dat wilde ik bij deze natuurlijk ook wel. De armen zijn iets te lang, maar vind ik ook niet heel erg. Die kan je gewoon een beetje zo doen. Maar verder vind ik het echt een heel erg leuk jasje. Zoals ik al zei, heeft hij dus zilveren details. En verder heeft hij dus hier ook nog zo'n band dat je hem kan aantrekken. Die hangt wel een beetje slap om je heen, maar op zich niet storend of zo. Dan ga ik gewoon wat uit de zak pakken. Dit stukje. En dit is als het goed is een body. En deze heb ik in een maatje 12, maat 40. Ze hebben echt niet de goede maten opgestuurd, maar oké. Ik had dit topje namelijk in een maatje 36 gewoon besteld. Dus ik hoop. Nou, dit ziet er echt veel te groot uit. Het is wel echt een heel erg leuk bodytje. Maar maat 40, ja sorry, maar dat is denk ik gewoon echt te groot. Ja, ik hoop dat hij past. Misschien is het wel met een reden maatje groter opgestuurd. Dat ze dachten, een 36 ga je niet passen of zo. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een zwarte body van mesh. Dus hij schijnt helemaal door. Behalve bij de borsten, daar zit dus een extra lapje stof. Dat dat dus niet doorschijnt. En er zitten dus allemaal witte stipjes op. Ik vind hem echt heel erg leuk. En het is dus een body. Dus aan de onderkant kan je hem open en vastmaken. En de achterkant is in de vorm van een string. Dus dat is wel chill. Dat je dat niet ziet in je broek, zeg maar. Dat vind ik altijd wel mooi. Dus dat is deze. En dit is dus een maatje 40. Ik hoop echt oprecht dat die past. En ik hoop ook oprecht dat ze niet alles in de verkeerde maat hebben opgestuurd. Want dat zou een beetje zonde zijn. Zodra ik mijn arm naar beneden doe, dan zakt hij gewoon af. Verder had ik het op zich wel een heel erg leuk topje gevonden. Als hij gewoon wel had gepast met een leuke spijkerbroek of zo. Kijk, dan doe je natuurlijk je pandje zo. Dan had ik hem wel echt heel erg leuk gevonden. Maar nee, ja, nu is hij gewoon echt veel te groot. Dan gaan we verder naar een heel pak. En dit zijn wel losse onderdelen die je bestelt. Maar op de foto droeg ze het als pak. En ik vond het wel heel erg leuk staan. Om te beginnen deze body in een S. Dat is wel goed gegaan. Gelukkig. Dit is de body. Het is best wel een simpel topje. Maar ik vond hem wel echt een hele mooie kleur hebben. Het is een beetje een zeegroene kleur. En hij heeft dus een V-hals. En in het midden heeft hij dus allemaal van die drukknoopjes. Of nou ja, allemaal. Er zitten er drie van die drukknoopjes. Het is lekker dun stofje. Dus lekker straks voor de lente, weet je, als het wat buiten weer wat warmer wordt. En het is dus een geript stofje. Wat ik ook wel heel erg leuk vind staan altijd. En het is dus, zoals ik zei, een body. En aan de achterkant heeft het ook weer een string body, zeg maar. Echt heel dun zit het. Zodat je dat gewoon niet in je broek ziet. Dat vind ik wel altijd het mooiste. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje S. Want dat was volgens mij de kleinste maat die ze ervan hadden. En op de website combineerden ze die dus met deze joggingbroek. Oh, deze is heel lekker zacht.
En deze heb ik ook in een maatje S. En dat is gewoon deze hele simpele joggingsbroek. Aan de onderkant is die wel strak, maar verder is het gewoon echt de meest basic joggingsbroek die ik ooit heb gezien. De touwtjes van deze joggingsbroek zitten aan de binnenkant. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de logica daarmee kan snappen waarom die touwtjes aan de binnenkant zitten. Dus weet je dat wel? Laat het eventjes weten in de reacties, want ik heb echt geen idee. Maar ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Het ziet er wel heel groot uit. Maar S was weer de kleinste maat die ze hadden. En dat combineerden ze dus zo op elkaar. Dus ik ga het zo meteen ook als setje aantrekken. Ik ben heel erg benieuwd of dit leuk staat. Maar de kleuren komen in ieder geval wel overeen met elkaar. Dus dat is fijn. Ja, ik weet niet. Ik vind dit gewoon echt een heel erg leuk setje. Dus ik hoop dat deze gaat passen. Dus dat is de joggingbroek en de top. En volgens mij hadden ze beide ook nog in andere kleuren. Stel dat je dit niet echt een mooie kleur vindt. Dus dat is die. Dan dit setje. En ik vind dit topje echt heel erg leuk. Hij schijnt wel een klein beetje door. Ik heb nu een rode BH aan. Dus je moet dan gewoon een witte of een zwarte BH eronder aan. Maar het topje vind ik echt heel erg leuk. Mooi kleurtje ook. Kan dit ook open? Ja, dit kan eventueel ook nog open. Dat vind ik ook wel grappig. En deze heb ik dus in maatje S. Want dat was de kleinste maat die ze hadden. Zit hier nou een gat? Oh nee. Gewoon verkeerd gestikt of zo, denk ik. Maar dan de broek. Die is wel echt best wel groot. En ja, ik ben 1,60 en dit is de kleinste maat. Dus of ik ben gewoon te klein, of hun kleinste maat zijn gewoon al best wel groot. Maar op zich vind ik het niet heel storend staan. Ik voel me wel een beetje groter in, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk tegenwoordig wel helemaal een hype en een trend om alles oversized te dragen. Dus ik vind het op zich nog wel leuk. En ik vind dat de kleuren ook wel mooi met elkaar matchen. Dan gaan we verder met het jurkje van Dagmar. En die hebben we wel uitgepakt, want die wilde ze wel eventjes passen. Maar die had ik in een maatje 8 besteld. Maatje 36. En ik zie nu dus ook dat hier staat UK 12, euromaat 40. En dat maar die trok hem al aan. En we dachten al, hij is wel nog een beetje groot, maar wel mooi op zich. Maar ik snap niet waarom ze van alles verschillende maten hebben besteld of gestuurd. Wel, ik heb gewoon mijn maat doorgestuurd. Maar oké. Dit is dus een jurkje. Die heeft uitgekozen. Het is een zwart bodycon jurkje. Dus dan zit hij helemaal schak om je lichaam heen. En hij heeft dus één mouw. Het is echt een heel erg mooi stofje. Het ziet er echt totaal niet goedkoop uit of zo. En in je middel bij de borst heeft hij ook nog zo'n elastieke band zitten. Waardoor je echt zo'n mooi zandloper figuurtje krijgt. Ik zie nu dus wel dat hij in een verkeerde maat is. Dus ik ga dat maar gelijk zo meteen appen van, daarom is hij te groot waarschijnlijk. Maar dat is dus deze. Dan gaan we door naar het volgende item. En dat is een jurkje die ik heb besteld. Dat is dit jurkje. Even kijken. Deze hebben ze ook weer in de maat 10 opgestuurd. Terwijl ik maat, bij deze zelfs volgens mij maat 6 had gevraagd. Omdat hij echt best wel groter uitzag bij het model. Oké, volgens mij heb ik hem. Het is dus een satijnen jurkje. Echt super mooi. En dan heeft hij hier twee soort van triangelachtige bovenkantopjes. Dan heeft hij een knoop hoe die vast zit. En dan is het ver gewoon een heel zwierig jurkje. En je maakt hem dus zo, zeg maar, zo vast in je nek. En dat dit dan zo helemaal mooi los hangt. Ik weet niet, ik vond het er gewoon zo mooi uitzien. En ik dacht, voor als we weer op vakantie mogen en je gaat s'avonds uit eten met een paar mooie hakjes eronder, vind ik dit echt heel erg leuk. Ja, ik hoop dat hij weer niet te groot is. Zoals ik zei, ik ga het vanaf nu niet meer zeggen dat alles de verkeerde maat is. Want waarschijnlijk is toch wel alles de verkeerde maat. Maar ik vind het echt een heel erg mooi jurkje. Ja, je kan nu niet zo heel goed zien hoe hij eruit ziet. Maar zo meteen tijdens de aanbeelden zal ik het allemaal wat beter laten zien. Maar dit is dus in ieder geval het satijnen jurkje. Dan dit jurkje. En die is wel echt te groot. Hij zit hier echt veel te wijd. Terwijl je zou juist hier heel strak zo moeten zitten. En zou dit zo mooi moeten ploffen. En, maar deze is gewoon echt te groot. Ik heb nu wel eventjes mijn BH eronder aan. Omdat je anders echt letterlijk alles ziet, denk ik. Maar dit jurkje is wel echt te groot. Het was op zich wel een leuk idee geweest. Nou, misschien als ik deze touwtjes iets hoger doen. Maar dat is natuurlijk wel het effect van dit losse weg. Dan heb ik een kort broekje. En ik zag dit broek en ik dacht, dit is gewoon zo lekker voor op vakantie. Als we op vakantie mogen. En deze is ook weer een maatje 40. Het gaat lekker. Ik ga zo meteen gelijk eventjes mailen. Maar dit is in ieder geval het broekje. Het is zo'n lekker zwierig broekje. Het lijkt trouwens op een rokje, maar het is wel echt een broekje. Kijk, er zit wel echt beengaten in, zeg maar. En ik vond dit kleurtje gewoon heel erg mooi. Ik vind vaak als je bruin bent, vind ik van die gele kleuren ook echt heel erg mooi. Dus ik dacht, dit is wel leuk voor in de zomer. Dus dat is deze. Echt zo'n zwierig
rokje. En ik vind dit gewoon heel erg chill om bijvoorbeeld in de zomer, als je een mooi badpak aan hebt en je gaat toch ergens nog naartoe, om gewoon zo'n broekje eroverheen te doen. Dan heb je toch een soort van outfitje aan. Maar verder, buiten de maat om, vind ik het wel echt een heel erg mooi broekje. Het is ook een mooi stofje. Gewoon lekker chill, denk ik, ook voor de zomer. Niet te dik en niet te dun. Dit broekje, en zoals je misschien kunt zien, is die ook veel te groot. Als het nou gewoon een goede maat was geweest, had ik hem wel echt heel leuk gevonden voor het strand. Gewoon lekker zwierig. Over een leuke bikini heen of leuk badpakje heen. Omdat ik hem wel echt heel leuk vond. Maar hij is gewoon echt te groot. Dus dat is jammer. Dan heb ik nog een setje. En dit is een rok en een top. En ik ga wel eventjes beginnen met de top. En dit ziet er echt ook heel groot uit. Misschien is het wel met een reden in grotere mate opgestuurd. Dat kan natuurlijk, omdat het allemaal misschien heel klein valt. Maar dit was in ieder geval het topje. Aan de voorkant heeft het een soort van strikje. En bij de mouw heeft het dan van die leuke ruffles. Ruffles, gewoon ruffles. En dan aan de achterkant gaat hij dicht met een ritje. En ik vond dit heel erg leuk, omdat er dus ook een bijpassend rokje bij zat. Die zal ik ook wel gelijk even uitpakken. En dat is deze. Ook deze hebben ze weer inderdaad 40 opgestuurd. Maar van deze kan ik het op zich nog wel begrijpen, want die ziet er best wel klein uit. Maar in ieder geval aan de voorkant heeft hij dus een soort van, ja, een soort plooi zitten. En dan is het gewoon een hele lange rok naar beneden. Met aan de voorkant ook nog een split. En aan de achterkant gaat hij dicht met een rits. En ik dacht, ja, dit is gewoon zo'n leuk setje. Want dit komt dan ongeveer tot je middel. En dan heb je dit topje er zo leuk boven. Ik weet niet, ik vind in de zomer setjes gewoon echt heel erg leuk. Dus ik hoop dat deze past. En dat dit ook groot genoeg is voor alles te bedekken. Oh ja, dat moet wel passen. Dit past wel. Dus ja, ik vind dit echt een heel erg leuk setje. Mooie kleur ook weer als je bruin bent. Nou, dit ziet er natuurlijk ook niet uit. Want dit is ook veel en veel te rood. Maar op zich, je snapt nu misschien wel een beetje het idee met die rok zo. En als dit gewoon normaal mooi had gezeten. Kijk, die rode BH moet je natuurlijk ook eventjes wegdenken. Maar kijk, als het nou gewoon zo had gezeten, dan kan ik gewoon twee keer in. Pas ook gewoon niet, dus heel erg zonde. Kijk hoe groot het gat er achter open staat. Dus ja, het had heel leuk kunnen zijn, maar helaas niet de goede maat. En dan alweer als laatste heb ik een jas uitgekozen. En surprise, surprise, hebben ze deze ook weer in de maat 40 opgestuurd. Maar ik hoop dat het niet uitmaakt. Want op zich, bij zo'n soort jas hoeft het niet heel erg uit te maken. En dat is een trenchcoat jas. In combinatie met gewoon katoen, denk ik dat het is. En nepleer. En ik vond dat er op de website zo gaaf uitzien. Die chick had zo'n gave outfit aan. Dat ik het ook gewoon wilde hebben. En deze stinkt wel een beetje naar vis. Maar niet heel erg gelukkig. Maar het zijn dus delen. Zeg maar, de voorkant is dus bijvoorbeeld van leer. Maar de achterkant is gewoon helemaal van katoen. En het is gewoon een trenchcoat jas. En ik vind hem er wel echt heel gaaf uitzien. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik hoop ook dat deze goed past. Bij deze maakt het in principe niet heel veel uit als het een maatje te groot is. Maar heel erg leuk. Hij voelt ook aan van goede kwaliteit. Voelt lekker dik aan. Hij heeft ook zakken aan de zijkant. Gaat dicht met knopen. Heel leuk. Dus dat is deze. Dit is de trenchcoat jas. En die is ook wel weer te groot. Maar ik zou hem geen maat 40 geven, zeg maar. Hij is wel, ik zou eerder zeggen dat dit een 38 is bijvoorbeeld. Ja, hij is wel echt te groot. Ik vind het op zich niet heel erg ook bij deze jas. Zoals ik al zei, bij jasjes vind ik dat gewoon minder erg. Maar ik vind hem verder wel echt heel leuk. Kijk, aan de voorkant heeft het dus hier leer. Bij de armen is hij gewoon normaal. Aan de achterkant is hij helemaal normaal. En aan de voorkant is hij wel helemaal van leer. Hij heeft ook genoeg zakken zitten hier. Dus dat is ook op zich wel chill. Ja, ik vind het verder wel gewoon een leuke jas. Dat waren dan alle items die ik van Pretty Little Thing weer heb mogen ontvangen. Ik heb de items nog niet gepast. Jullie hebben het tussendoor wel gezien. Ik hoop dat alles gewoon past en dat ze een grotere maat hebben opgestuurd met hun reden. Buiten dat ben ik wel echt super blij met alle items die ik van ze heb mogen ontvangen. En dat ik weer zoveel dingetjes heb mogen uitzoeken. Want het zijn stuk voor stuk echt allemaal hele leuke items. De kwaliteit valt echt zeker niet tegen. Alles wat ik tot nu toe vast heb gehad voelt gewoon chill aan. Alles ziet er ook gewoon zo uit als op de foto's. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. En wil je nou weer vaker shoplogs zien? Laat het dan even weten in de reacties. En laat dan ook weten van welke winkels jullie dat leuk zouden vinden. Dan kan ik daar een beetje naar gaan kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En met een volg op Instagram zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!